jongens, je bent weer Dennis, a.k.a. Renske. En vandaag hebben jullie weer wat Call of Duty Zombies gameplay. En vandaag is het op de map Rise. En het is een custom zombie map. En waarschijnlijk kennen heel veel van jullie kennen dit niet. Dus ik zal het eventjes uitleggen aan jullie. In ieder geval, als jullie Call of Duty World of War op de PC spelen, dan is er de mogelijkheid om custom zombie maps te spelen. En custom zombie maps zijn mappen die mensen zelf hebben gemaakt. En die zijn dus soms echt enorm vet, enorm groot en super uitgebreid. Maar ook vooral enorm random. En dat is iets wat ik waarschijnlijk meer wil gaan doen op mijn kanaal. Dus custom zombie maps spelen. En het leukste bij zombie mappen is het altijd als jij de map nog niet kent en het is compleet nieuw. En dat is dus wat iedere keer is bij deze serie. Dus je hebt gewoon constant een nieuwe map die we nog niet eerder hebben gespeeld. En er zit gewoon enorm veel in verstopt. En het is gewoon enorm uitgebreid. En gewoon enorm leuk om te spelen. Want bijvoorbeeld ook in deze map heb je bijvoorbeeld als je in de kist gaat heb je enorm veel verschillende wapens. Je hebt wapens voor Call of Duty 4, voor Call of Duty 5. Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops 1 en Black Ops 2. Al die wapens zitten allemaal bij elkaar gestopt. En het is gewoon enorm leuk om te spelen. Het is gewoon enorm random. En dit is iets wat ik dus wil gaan doen op mijn kanaal. Als jullie dat een leuk idee lijkt, dan zou ik zeggen, probeer op elke episode van deze serie 400 likes te halen. En dan zal ik gewoon doorgaan met deze serie. En 400 is niet al te veel, maar zo kan ik wel gewoon goed zien of jullie het een leuk idee vinden. Want eigenlijk is er helemaal niemand die dit doet. En mij leek het gewoon een enorm leuk idee. Want persoonlijk vind ik het leukste om mappen te kijken die ik zelf niet eerder heb gezien. En dat is dus het principe van deze serie. En jullie zullen zien dat ik op de PC speel. Ik ben persoonlijk geen PC gamer. Dus soms zie je dat ik enorm scheef schiet. Dus dat probeer ik aan te werken. Als jullie proberen te werken aan die likes in ieder geval. Dus ik hoop dat jullie het leuk zullen vinden. Als je het leuk vindt, laat eens een like achter. En ik zou zeggen, enjoy the gameplay. Houden we. Ja, klopt. Ja, maar ik ga niet naar je zie het er gebeuren. Ik kan al beschieten. Je moet eigenlijk gewoon een snelle koppeling op je muis hebben, waar je dan kan knijven. Weg, weg! Ja, inderdaad. Hey, dat is een super chill muis. Razer Naga. Oh mensen, dit vind ik echt. PC game is niet van mij weggelegd. Misschien gaat er nou wel een hele nieuwe deur. Oh fuck, ik heb een minigun. Wat? Ik zag wel iets groens, maar ik. Oh, dat is power-up natuurlijk. Hoe jij dat ding vast hebt? Blijf stilstaan, blijf stilstaan, blijf stilstaan. Je hebt niks vast. Oh, Je hebt hem vast als gewoon een assault rifle, maar dat kan niet. Ik ga dit weer openmaken. Okay. Oh nee, dit moet je oppakken. Dan moet je hem binnen flikken, want dat weet ik ook nog wel. Oh, misschien. Oh ja, holy shit. Dat hebben ze ook leuk gedaan. Kut. Hier. Laat maar, want hier moet je ook nog een deur openmaken en dat kost 1250. Ik heb bijna 12. Oh jongen. Soms heb ik dit lag, dat valt redelijk mee. Ja, 78 ping, dat is best wel. Oh, dat valt op zich wel mee. Kan erger. De 999 zoals stakken. Wat rennen. Dat is ook gewoon 999. Ja. Hey, kijk. Dit zijn Call of Duty 4 wapens, die zijn best grappig. En die had ook de ACR, maar die zag ik ook best pauper uit, vond ik eigenlijk. Wel? Ja. Ik probeer het hipfire, maar oh, het lukt wel. Kun je dat ding openmaken, want ik vind die niet zo grappig. Ja, ik wel. Kunnen ze eigenlijk van onder komen? Anders hoef je alleen maar naar boven te schieten. Ja, hier komt er een. Ah. Hier komen ze anders. Uit de muur. Hé, waar is dit ook weer? Oh, dit is, ja. Hier is de stroom. Je moet die hendel aan. Hé, hey, hier is de kist. Is het ook niet heel erg? Ja, de kist is hier ook. Klopt. Ah, nee, man, dat je gewoon wegliep. Ja, ik moest even de stroom in. Ja. Krijg je betere wapens, hè? Oh, okay. Monkey bombs. Doe de stroom maar snel uit. Dit is je lift naar die juggernaut. Oh, ik voel me echt super noob op PC. Ik kan wel snel schieten. Oh, leuk man, Death Eagle. Oh, hij pakt hem wel vet vast. Hij gooit hem een stukje lucht in en dan pakt hij hem. Of een Death Eagle is het eigenlijk? Dit is een Death Eagle uit. Wel, niet uit Call of Duty 4. Fact. Modern Warfare 2 waarschijnlijk. Niemand had daar een Death Eagle, dus dat is al. Oh jongens. Oh jongens. Oh jongens. Hey, jongens. Het is echt erg. Hey, jongens. Kut, hoe ging het er ook alweer? Ik was op een hele vage manier gelopen. Niet zo. Andere kant. Dit is zaak die andere kant openmaken. We kunnen ook helemaal naar buiten, hè? Oh, awesome. Awesome. Wait, maar we blijven hier nog wel even. Ik weet niet wat de laatste is. Ik denk bij die trap ergens, maar ik ga niet naartoe. Ik weet hoe het afloopt. Oké, ik ga wel even naartoe. Oh, ja, is hier. Oh, er zijn nog twee. Fuck, hij zweeft in de lucht. Goed je praat. Zij kunnen vliegen. Niet pakken. Je kunt wel snel schieten, dat klopt joh. Ja, muis hè. Ja, ik kan niet aimen. Ik doe dat. Hoe? Zoiets.
Wie ben ik eigenlijk? Ik moet, jij bent de Amerikaan. Pietshoofd. Hij verdween bijna. Jij bent Dempsey. Ja, hey, jij Dempsey. Bent die Rus. Oh. Nikola. Heb je hier ook andere poppetjes? Denk het wel, of niet? Weet. Aangezien we ook allemaal... Hey, ik had zijn wapen gekocht. Oh, ik kreeg monkey bombs. Dat was het. Oh shit! Dikke combo. Ja, eigenlijk moet er allemaal bij komen staan. Kijk welk wapen ik heb. Oh, dat is awesome. Dat is Modern Warfare 2. Modern Warfare 1. Oh, dan heb ik het verkeerd gezien. En Modern Warfare 1. Oh nee, maar welke versie is het? Modern Warfare 1 denk ik. Oké. Okay. Ja, omdat hier trouwens ACS zat. Het geluid is precies hetzelfde als Call of Duty. Nou, weet je welk wapen het was? Weet ik ook weer. Ja, bij Modern Warfare 2 heb je ook zo'n ding. We zijn er op zich al goed uit. Had je bij die ene missie, weet je nog, op dat vliegveld, dat je al die mensen neer moet knallen, al die onschuldige mensen. Inderdaad. In die leek. Ik ga even een wapen kopen. Hallo meneer de wapenkist, wat heb ik? We zullen dadelijk eens naar deze even zo naar de volgende ruimtes gaan. Oeh, nice! Ik heb de hammer, maar die ziet er veel anders uit. Die is drie ja, dat zijn ik. What the fuck, die ding is sick. Ik kon niet eens geluid zien, shit, joh. Dat is misschien ook maar goed ook. Dat inzoomen duurt 9 dagen. Moet ik toch even een Juggernaut vanavond zien te toveren, denk ik. Ja, we moeten... Is buiten, ik weet eigenlijk helemaal niet wat Juggernaut is. Hij praat gewoon maar. Oh shit, Deagle. Diego? Deagle. Dazzard Eagle. Laat er eentje over alsjeblieft. Ja, ik wil er wel doen. Ik kan even kijken, eigenlijk één keer een kies. Ik moet een wapen hebben waar ik sneller mee kan schieten. Dit ding jongen, echt serieus. Ik zal eens voor de grap inzoomen. Hij doet dat in twee fases. Eerst een klein beetje naar voren en dan inzoomen, maar... Hij zit ook veel dichter bij Ik heb de UMP. Oh, en dan is... Oh, hier zijn er nog twee. Dat zijn de laatste, denk ik. We gaan de andere kant op kunnen die deur openmaken. Ik zou maar even, maar oké, kom maar verder. Ik ga straks wel verder. Waar ben je nou heen? Ga je naar boven? Ik ga naar boven. Ik moet je al die shit nog even openmaken. Oh, en wacht ik even, want... Ik weet hoe dat afloopt. Shit, nou loopt hij voor me. Oké, dan ben ik fucked. Ik kan er één afschieten, die anders. Wow, dat was fucking close. Ik was even helemaal stil, want ik moest springen op die trap. Hé, hey, hier hangt de Chico aan de muur. Ja. Chico, serieus? Chico is van Black Ops 2. Dat is wel vet hoor, al die verschillende wapens in één zombie map. Ja, dat wel. Custom zombies ja. Voor de win. Weet wat wil ik zeggen? Oh, dit is allemaal van een Ascension. Oh, je gaat naar de dinges. Hoppa. Waar de fuck ben je heen gevlogen? Wat? Ja, ik ben helemaal naar onder gegaan. Ik heb wel die shit. Als je die andere even open kan maken. Hier staat Mule-kick. Ik weet me gewoon niet waar je heen bent getoverd. Nou, je kan daar ergens naar onder lopen. Hier. Wat? Waar de fuck kom je? Oh, lol, daar liep ik gewoon strak langs. Oh ja. Oh ja, ik liep er echt strak langs. Wat? Kijk, hier kun je naar de pack-a-punch als je met teleportering. Maar deze moet even open. Ah, oké. Ik heb geen shit meer. De duurste weer van mij, hè? Oh shit! Hier staat. Hier zal ik even de reep trainen toen. Oh, pick up light, leuk man. Let there be light! Oh shit, ik heb hem mee. Ik moet hem drinken pakken. Hier kun je echt wel easy reep trainen als je überhaupt kon lopen. Oh shit. Ik schiet alles weg. Alleen laatste kogels raken. Oh gosh. Ja, luister eens, mijn eerste... Nou, niet mijn eerste. Jawel, mijn eerste schietspel waar ik ooit... Hey, fuck. What the fuck, man. Hondjes. Hier heb je Juggernaut, maar die kun je... Ja, klopt. Nee, misschien is daar een soort van... Dan zal ik net ook te proberen, ja. In ieder geval, eerste schietspel waar ik ooit speelde was Valrock. En daarna heb ik eigenlijk nooit meer op de PC echt gekeken. Ruist, dat spel voor jou. Ja, maar dat was ik ook alleen maar flamethrower, omdat ik niet hoefde te aimen. UMP is best goed. Der Stiegel, one shot, one kill. Wel? Ja. Maar ik schiet drie keer mis, dus dat is ook al nodig. Oh, kut. Nee, ik ben dood. Net niet dood. Ik ben dood! Ja, ik ben dood! Ik ben dood! Ja, shit, ik heb bijna genoeg punten. En ik heb die shit hard nodig, zij. Sowieso. Shit! Ik heb alles gereload. Ik heb niet meer. Shit, ik heb 30 punten nodig.
Nou, give me my money! Moet je leggen, dan krijg je... Hier, krijg je 25, zie je? Als je gaat leggen, zo. Doe maar eens. Oh, kut, was voor die automaat controle. Ja, nou niet meer, want je hebt er al uitgepakt. Ja, dat is mijn geld. Dat is wisselgeld voor mij. Voor de vorige keer. Kijk het terug. Je hebt dat statiegeld. Van die flessen. Oh ja. Oh. Juranak! Oh shit. Dat is mijn wapenstekker, hè? Hey, double points. Ik ga er wel op af, ik heb niet juggernaut. Maar jij kan, ah, ik kan okay. Niet eens lopen, man. Ik loop tegen al die dingen. Achter. Ik denk dat we hier het meeste van de tijd zullen staan, denk ik. Nee, ik hoor geen terug. Ik raak die dingen niet eens, ik schiet zo scheef. Oh, no, fucking lag. Ik vries dit, man. Revolution! Hipfire, moet je dit doen, moet je dat doen. Als je dit terug ziet, dan denk je echt, dan doe je echt gewoon een facepalm. Kun je ook nog heen? Zie je, hier kun je nog heen, en die andere kant kun je nog heen. Oh crap, echt? Ja. Yep. En je kan er zoveel perks als je wil. Oh, dat is freaking gunstig. Holy fuck, dat is wel awesome. Als ik nou hier goed in was, was het leuk. Je kunt hier ook helemaal door die kutplanten. Nee, dat kun je niet. Dat was wel te mooi waar ze zijn. Ja, boom. Boom. Ik schoot één kogel. Ik denk, wat? Hey, ik heb beertje aangezet. Ik hoorde zo'n beer geluid. Ja, je hebt een aantal liedjes. Niet één, maar je hebt er meer. Van andere kogeltjes. Dus, dik metal. Ik krijg heel veel power-ups, zoals de vorige keer ook. Dat moet ook. Ja, ik was de vorige keer niet bij, dus ik weet niet. Dus het is de eerste keer! De zombies zien er allemaal anders uit, dat is wel vet. Van allemaal verschillende mappen door elkaar. Low ammo. Oh, wacht, ik weet welke van die waarvan die pinnen zijn. Dat is van... Maak even wat shit, die sneeuwmap. Sneeuwmap? Sneeuw! Ik heb ammo nodig. Zijn er meerdere kisten? Hoop ik. Nee. Ik kan er ook een turbine maken, volgens mij. Ik zie de werktafel. Oh, je kunt een peacekeeper kopen, fucking. Ik ben iets aan het maken, maar ik weet niet waar. Ah, man dood. Is dat speedcoder trouwens? Oh. Ik ga de peacekeeper daar kopen, want ik heb bijna geen ammo. Oh shit, pas op, achter ons. Ik denk dat het geen goede plek is om te blijven hier. Nee, ik ben wapen aan het switchen, maar dat duurt even. Ik ga gewoon hitfire. Oh, oh, nice. Dank. Godzijdank. Ah, ik blijf gehit worden. Nee, ik word gewoon gehit. Dank je. Hoe duur is de peacekeeper? Ik weet niet, ik ga hier even weg. 1800, ik heb hem gekocht. Ik ook. Ah, kut, dat is fucking duur. Nee, ja, ik vind het 10 punten. Jij zei 800, ja. Ik dacht dat ik veel, dat kon veel meer punten. Nee, moet je schieten met de peacekeeper. Ik heb hem niet kunnen kopen. Die heeft veel meer recoil, joh, het lijkt. Hé, die wordt die reload, joh. Dest Eagle die reload echt als een baas, gewoon. Ja, ik koop nou die peacekeeper. Ah, als je switch, moet je switchen. Nee. Zijn hand tilt van hem. Red mij van de. Ja, maar jij moet de andere dingen optillen, jongen. Ik heb de andere. Oh shit, nee. Dumbbell. Wat? Dumbbell. Nee, ik doe mijn hammer. Ik heb het over dit spel, maar ik heb niet op mijn dumbbell. Oh, je ruk. Ja, dat voel je. Dit is Sparta! Allemaal? Je moet het zien als hij laat, maar gaat heel dat poppetje gaat helemaal autistisch doen. Of krat. Alsof hij een paar benen mist. Wacht even met die Max Armor daar, ik moet even mijn Sarg loaden. Lijkt of zijn arm uit de kom gaat. Is mijn poppetje ook. Even wachten, hè. Ik ik moet even reloaden met mijn Sarg. Oké, ik ben klaar. Klaar! Ik heb spijt dat ik mijn Deagle heb ingerold, dat ding was sterk. Ik ga hem pakken. Waarom vliegt hier een lamp? Just asking. Waarom zijn we überhaupt lampen? Ja, ik had hier net een part toegepast, zeg maar, en toen vloog er ineens een lamp. Ja, maar dus als je die shit gaat maken... Ja, dat weet ik, dus met andere dingen. Maar ik dacht eigenlijk dat hij op die tafel zou gaan bouwen. En jij naait er gewoon uit en zegt niet van, hey Dennis, pas op hè, er is niemand. Nee, ik denk, jij gaat daar rit trainen, ik ga hier rit trainen, want daar kun je ook goed rit trainen. Daar heb je een punt. Maar ja, want anders lopen hier ook maar in de weg. In. Oh. Daar ligt stammen up en die minigun, man! Dat ding is 9 keer te groot als normaal.
Ja, maar weet je ook, grap. Je hebt gewoon one shot, one kill volgens mij, hè. Moet je maar eens kijken. Oh ja. Oh ja. En je hebt ammo. Gaat die ding nog weg of niet? Of, Ja, die gaan een tijdje weg. Oh, dan gaan we gewoon spray en pray, hè. Ja joh, gewoon doen. Volgens mij kun je niet eens reloaden. Oh,